kwalificaties van de Nederlandse kampioen reiken veel verder. De Europese top, waar met name de Zuid-Europese clubs vertoeven, is het doel voor de komende 5 jaar van voorzitter-manager Piet Meijer en trainer-coach Tom Boot. Het is heel moeilijk om aan de top te komen. Ik denk dat het ook nog steeds veel moeilijker is om aan de top te blijven. En het is onverbiddelijk gebonden aan financiën. We hebben dit jaar ook wat meer moeten investeren om zeg maar, de kans of de stap te kunnen wagen om weer bij die Europese top te horen. En we zullen zien. Maar er wordt investeren bij. Hoe groot is het budget voor het komende jaar? We zitten op een budget van 1/10 miljoen ongeveer het komende seizoen. En vergeleken bij andere Europese topploegen is dat marginaal waarschijnlijk. Voor Nederlandse begrip is het bijzonder hoog. En het is op dit moment, dachten wij, haalbaar. Of dat is nog geen zekerheid natuurlijk, maar dat is in de sportwereld nooit zo. Maar als je over dat budget praat, dan is het misschien wel mogelijk om in de buurt van de top te komen. Maar is het ook mogelijk om daar dan echt te komen en daar te blijven? De echte sprong om naar die top, om daar gewoon zekerheid over te hebben, ja, dat vereist nog veel meer pecunia. Nou, de Baselsport heeft gewoon in principe erg veel potentie, ook voor het bedrijfsleven. En we zijn gewoon hier in de regio bezig met allerlei zaken te activeren. Mensen geïnteresseerd te doen worden voor de Baselsport. Vele landelijke bedrijven hebben belangstelling voor ons. Loop je ook niet het risico dat je topspelers, omdat je nog niet datzelfde kunt bieden als wat in Zuid-Europa geboden wordt, dat je die dus kwijt gaat raken aan Zuid-Europa en daardoor nooit de top gaat halen? Dat zou kunnen. Het is wel zo dat wij langjarige contracten hebben met onze spelers. Proberen we ook zoveel mogelijk te doen om die continuïteit zeg maar, te waarborgen. Blijft altijd de dreiging, dat zie je bij alle sporten denk ik, dat echt je toppers worden weggekocht op een gegeven moment. Daar zul je niet aan ontkomen. Aan de andere kant kun je daar wel tegen wapenen door daarop voorbereid te zijn. Door die langdurige contracten? Door langdurige contracten, maar ook door een scoutingsysteem waardoor er ook weer een aanvulling is op je huidige basis. Is er nog een ander groot verschil met de Zuid-Europese topclubs en dat is de accommodatie? Ja, dat is marginaal in Den Helder. We hebben hier een zaaltje, daar kunnen 1600 mensen in. Kom je in het zuiden van Europa, dan is het 10.000 tot 15.000 mensen. En dat, kijk, ik bedoel, dat is een ongelooflijk groot verschil met recette inkomsten die je dan mist in feite als je topwedstrijden hebt. We zijn daarom ook druk bezig met allerlei acties hier in Den Helder. We krijgen medewerking van het gemeentebestuur in Den Helder die wat geld daarvoor beschikbaar gaat stellen. Een stichting Den Helder promotie die wat wil gaan doen. Dus wat dat betreft zijn we op vele fronten actief om toch minimaal naar zo'n 4.000-5.000 mensen in deze hal te gaan. De basis van Commodore Den Helder voor het komend seizoen. Nummer 4 is Kees van Rootselaar, een 24-jarige guard van 1,88 meter. Nummer 6, Marco de Waard, 28 jaar en 1,93 meter. Hij kan guard spelen, maar ook forward. Nummer 9, Okke te Velde. Hij is 1,98 meter en hij is 24 jaar, een forward. De nummer 10 is Amerikaan John Jerome. Hij neemt als voorwerp de plaats in van de vertrokken Raymond Wingard. Hij is 23 jaar en 2 meter 1. Gebleven is de 26-jarige Tico Cooper, nummer 15. Een voorwerp of center van 2 meter. Dan is er verder de nummer 5, guard Dolph Duivelshof. Hij is 21 jaar en 1 meter 81. Nummer 8 is Rolf Franke. Hij is 23 jaar, 1 meter 98 en is een voorwerp. Nummer 11 is Chris van Dinten, ook een forward, 27 jaar en 2 meter 3 lang. Nieuw is Erwin Hageman, hij neemt de plaats als center in van Rob Jones, 21 jaar en 2 meter 11. Een andere nieuwe center is de nummer 14, Martin Kessley. Hij is 24 jaar en 2 meter 14. Van dit team was en blijft coach Ton Boot. Zijn visie om van Den Helder een Europese topclub te maken. Het is eigenlijk een kwestie van ontwikkelen en die spelers veel wedstrijden laten spelen op dit moment. We hebben vorig jaar een hoop internationale ervaring opgedaan en we hebben nog een aantal spelers die steeds beter worden. Kijk, op die manier proberen we die top van Europa te halen. Maar het is gezien de huidige constellatie van het Nederlands basketbal is het eigenlijk een onbegonnen zaak bijna hoor. Kijk, wij leveren op dit moment 8 spelers voor het nationale team. Alle 8 Nederlandse spelers in onze ploeg spelen in het nationale team. En misschien is een vorm van druk die jongens verbieden of die jongens overtuigen dat ze niet meer voor het nationale team
moet uitkomen. Te meer daar wij daar erge grote nadelen van hebben, onze club. Wat zijn de nadelen precies? Kun je die nog een keertje uitleggen? De nadelen zijn eigenlijk, het nationale team moet in november, dacht ik, een aantal wedstrijden spelen om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. En gedurende die periode zullen ze zich 14 dagen moeten voorbereiden. En gedurende die 14 dagen mis ik dus al mijn spelers op de twee Amerikanen na. Dat is bijna een ontoelaatbare zaak voor mij. Want dat is gewoon 14 dagen niks doen tijdens de competitie, terwijl wij al zoveel tijd nodig hebben en zo hard werken. Maar de consequentie is bijna dat ik geen verantwoordelijkheid meer neem voor de rest van het seizoen. Want dat is geen werken op die manier. Nou, ik ben ook nog een beetje boos, omdat de Baselbond met een of ander machtsmiddel, via de algemene vergadering, een regel heeft ingesteld waarbij spelers verplicht zijn voor het nationale team uit te komen op straffen van schorsing. Nou, dat is volgens de Nederlandse rechtsregels is dat niet eens mogelijk, want ik heb met juristen erover gepraat. Maar ik vind het een hele vreemde zaak dat een bond via machtsmiddelen iets probeert te bereiken en niet met overleg. Want er is nog nooit met mij overleg gevoerd. Nog nooit in 10 jaar of 15 jaar. Maar niet alleen de basketbalbond voert een beleid waar Tom Boot weinig heil in ziet. Hij vindt dat hij er nog een groep tegen gewerkt wordt. Door politici, die eigenlijk de sportploeg en de sport in het algemeen absoluut geen ruimte hebben. Ze zitten wel vooraan met belangrijke wedstrijden. Men noemt ze de bobo's. Geen ander woord heb ik er ook voor, maar iets voor de sport echt doen, dat zie ik niet. En ik kan beter nog zeggen, ze verpesten het sportklimaat. Maar dat zal niet zo gauw veranderen. Betekent dat dan niet dat die top eigenlijk absoluut onhaalbaar is? Eigenlijk wel. Rationeel gezien wel. Maar er zijn toch een paar hele gekke dingen gebeurd in die 4 jaar dat ik bij een helder zit. Er zijn een heleboel dingen gebeurd die eigenlijk niet kunnen. Dus op die hoop drijf ik dan ook maar weer verder. Hoop doet leven. Dan de Europese competitie. Je zei zelf al vorig jaar goed meegedraaid in de Europa Cup. Dit jaar kon het wel eens moeilijk worden met CSKA en Moskou in de tweede ronde als tegenstander. Ja, nou dat is ook zo. Kijk, we hebben heel zwaar geloot. We hebben de eerste ronde tegen de Engelse kampioen geloot. Die moet je ook niet onderschatten. 2 of 3 jaar geleden verloor deze ploeg van Den Helder van de Engelse kampioen in de Europa Cup gebeuren. Bovendien heeft het nationale team 2 jaar geleden een afdroging van Jewels gehad op het pre-Olympisch toernooi. Hier in Nederland. Dus het Engels basketbal is best aardig, dus die onderschatten we zeker niet. Maar in de tweede ronde zou je dan komen tegen CSKA Moskou. Dat is een absolute Europese topploeg die een potentieel. Iedere week is er op